Wij gewoon doen, maak maar simpele leuke vlaggetjes. En in dit filmpje laten we zien hoe we ze maken. Als eerste strijken we de stof, zodat er geen kreukels achterblijven. Daarna tekenen we de vlagjes op het stof. Voor het optekenen van de vlag gebruiken we de mal, zodat de vlaggen allemaal even groot worden. Deze vlaggen worden met een schaar uit de stof geknipt. We tekenen twee lijnen op de stof. Op die plaatsen moeten de vlaggen straks vast worden genaaid. Ook hiervoor gebruiken we de mal. Daarna spelden we de voor- en achterkant aan elkaar. Met de naaimachine worden de vlaggen vastgemaakt. Er wordt over de getekende stukken heen genaaid en de spelden worden uit de vlaggetjes gehaald en terug in het speldenkussen gestoken. Daarna knippen we de draadjes af en werken ze netjes bij. We draaien de vlaggetjes met de mooie kant naar buiten en strijken ze recht. We spelden de vlaggetjes aan de band. Met een meetlat wordt de afstand bepaald. Vervolgens naaien we ze vast. Op het laatst worden ze nog netjes ingepakt en zijn ze klaar om verkocht te worden. Wil je ook zo'n leuk vlaggetje kopen? Ze zijn bij de Kampfabriek verkrijgbaar en bij Huisje Boompje Feestje. Maar je kunt ons ook even bellen.